ben heel snel afgeleid. En als ik teken, dan word ik daar rustig van. Als ik aan het tekenen ben, ben ik gewoon heel erg in het, ja, ook in het moment. Dus het is een hele geconcentreerde manier van kijken. Dus niet met een camera of dat je alleen maar een foto maakt voor thuis, maar echt kijken met je ogen. En daarna met je handen op papier daar een tekening van maakt. Als een soort detective moet je eigenlijk alles, ja, alles samenbrengen. Dus daardoor ontdek je ook dingen die je anders helemaal niet ziet. Er zit een soort kat ergens achter. Of het is een hond, ik weet het niet. Die had ik ook nog nooit eerder gezien. En een aantal mensen is dronken volgens mij. Dus het zijn associaties die, ja, die je verzint en die je maakt. Ja, iedereen kan tekenen. Ik denk dat je niet een kunstenaar hoeft te zijn om plezier te hebben om te tekenen. In het Rijksmuseum zijn mensen die willen tekenen altijd welkom.